Het onderwijs van Suriname behoeft meer gender-inclusiviteit. Vandaag begon de tweedaagse genderdiversiteit training voor verschillende onderwijzers, georganiseerd door New Monday in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het belangrijkste doel is om bewustwording te creëren over inclusiviteit en de aanpak daarvan in het onderwijs. Omaira Tulsi, directeur van New Monday, zegt dat dit nodig is voor het bouwen van een veilige omgeving voor elke student. School is een hele belangrijke plek om te hebben als veilige omgeving. Dus wat we doen is eigenlijk proberen door deze training te geven de school een net iets veiligere plek te maken. Maar ook om mensen daar te hebben die als je ergens tegenaan loopt, als het gaat over je gender of je geaardheid, dat er in ieder geval iemand is waarmee je in gesprek kan gaan, die samen met je kan kijken, wat kunnen we voor je doen en hoe kunnen we zorgen dat je inderdaad jezelf beter kan leren kennen en jezelf op een veilige plek kan zijn. De training was opgebouwd uit interactieve sessies waarbij de mening van de leerkracht net zo belangrijk was als de informatie die verstrekt werd. Volgens Tulsi is deze terugkerende training een goed voorbeeld van bereidwilligheid vanuit de zijde van het onderwijs. Er zijn zelfs mensen die vorig jaar de training hebben gevolgd die dat dit jaar weer wouden volgen. Dus je merkt gewoon dat ook collega's onderling met elkaar in gesprek zijn gegaan en dat we nu nog meer aanmeldingen hebben. Vorig jaar hadden we een extra training gegeven. Dit jaar hebben we de trainingen weer verbreed. Dus hebben we 4 trainingen aangeboden, ook in de districten. Dus we zijn ook naar Lelydorp en Kommerwijnen geweest. En we merken dat er nog steeds heel veel meer aanmeldingen zijn dan plekken die we beschikbaar hebben. Tulsi besluit met de oproep aan de samenleving om mee te helpen aan het vormen van een inclusieve samenleving.